Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Fallout 4. In deze aflevering gaan wij naar de boevenfabriek en daar hakken wij de boeven tot moes. Ik moet er wel bij zeggen, het is geen appelmoesfabriek, want die kans is wel heel klein, moet het wel heel toevallig zijn. En verder, in een boevenfabriek maken ze geen boeven. Dat is gewoon niet winstgevend. Weet je, boeven gaan de cel in of dood. Hoe ga je daar winst op maken dan? Zo'n grote fabriek, dat is geen goed idee. Verder ga ik niet naar binnen via de normale ingang. Ik ga pijpend naar binnen. Nee, echt waar. Er is hier een pijpleiding. En ik kwam er net achter. Daar kan je in en dan kan je zo via de pijpleiding naar binnen. Dat zeg ik grotendeels gewoon om de woordgrap pijpend naar binnen te maken. Dat is gewoon Serpent Gameplay. Als je een woordgrap kan maken over pijpen, dan doe je dat. Ongeacht van of het handig is. Ik sla ook gewoon, als ik een pijp vind in een game, ga ik de hele game daarmee spelen. Gewoon wat grappig is. Enige uitzondering daarvan is pijpen op zich. Het is niet van, hey, kijk jongens, ik pijp een jongen. Ik stop pijpen naar binnen. Nee, want dat is niet eens grappig. Want ja, het is al pijpen. Het is niet eens een woordgrap meer. Het is gewoon een woord dan. En ik vind pijpen gewoon niet zo leuk om te doen, weet je. Het is gewoon snel saai. Ik heb betere dingen te doen. Zoals twee mannen pijpen. In één. Wauw. Ik denk dat we deze kant op moeten. En dan is dit onze supergeheime ingang de fabriek in. De appelmoesfabriek. Ik noem het alsnog een appelmoesfabriek. Voor de zekerheid. Hey, een dode man. Wat leuk. Wat een leuke spulletjes heb je bij je. Hartstikke gezellig. Oeh, drugs. En een terminal. En kogeltjes misschien? Oh, zelfs misschien kogeltjes. Oké, dan. Kijk hoor. Oh, nee. Breek. Mijn ding is gebroken of niet? Ja, hij is gebroken. Oké, dan. Nope. 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 Ik hoef er niet per se nope bij te zeggen, maar dan snap je wat ik aan het doen ben. Oh, ik ben er alweer voorbij. Dit ding hoort open te gaan, op een manier. Oh, hier zit het ergens. Dat is hem niet helemaal. Kut. Ik ben niet. Dit is zoveel fijner op de computer. Echt, ongelooflijk. Dan kan je natuurlijk de PlayStation 4 de schuld geven. Je kan ook zeggen, hey, het is mijn schuld. Misschien ben ik gewoon slecht in dit spel. Maar daar hou ik niet zo van. Kak, daar gaat weer een bobby pin. En het is ook heel irritant, want hij stond hem iedere keer weer in het midden. Heb ik net gevonden van, oh, het is ongeveer hier. En dan, nee, toch niet. Zit er echt iets heel... Ja, 8 kogels. Jezus, ik heb spijt van mijn leven. Oké, dan. Ik kan me herinneren dat deze fabriek best wel vol met boeven zit. Dus ik stel voor eventjes zo met een minigun naar binnen te gaan. Heel veel raiders doen zo van, hey, wie is daar? Wie is daar? Nou, ik ben het. De appelmoesmaker. De moesmakende hakker. Misschien moet ik even een quick save maken hier. Anders moet ik weer helemaal de video opnieuw beginnen en weer allemaal grappen maken over pijpen. Terwijl pijpen is een bloedserieus onderwerp. Zoeken jullie iemand, jongens? Woe! Hey, vuur. Gezellig. Alles goed daar? Oh nee, is er iemand dood? Niet. Dat meen je niet. Echt? Wauw, wat gevaarlijk. Zijn er toch wel meer mensen die naar binnen willen? Ik zie wat mensen op de map. Zo heel onzeker. Zo van oeh, oeh. Oh, iemand schiet op mij. Niet tof. Waar komt het vandaan? Huh? Huh? Wow! Kijk, die pijpen! Supergezellig. Hier is trouwens een deurtje. Ik kan even hier naar binnen gaan. Oei, daar zit ook een man, joh. Jezus. Echt een drukke fabriek. Nog iemand? Een robot? Ik haat robots! Bam! Valt die op de grond door de explosie van zijn robot. Staat ik gewoon heel relaxed op. Van, hey, hey, niet mijn hond trappen. Er is maar één iemand die mijn hond trapt. En dat ben ik zelf. Oh, nog een man? Jezus. Misschien moet ik even stoppen met de minigun gebruiken. Anders dan, is het ook meteen de laatste keer dat ik hem ooit gebruik. Ik weet zo eventjes naar de bolt action rifle ding. Ik moet even hier en daar wat raiders looten voor kogels vooral. Want ja, die dingen raken wel eens op. Je schiet ze weg en je krijgt ze niet meer terug. Ik wil eigenlijk gewoon weer terug naar waar ik net was en al die raiders doodschoot. In ieder geval, het hele doel van de missie momenteel... Oh mijn god, oh, dit kan ik echt niet bij hebben. Het hele idee is gewoon... Hé, hey, er zit een fabriek vol boeven. Maak ze allemaal dood. Kom weer terug en dan haal je als goed is de missie. Dus ik ben goed op weg, denk ik. Ik ben ook weer bijna level up. En dan ga ik echt even wat puntjes in perception stoppen. En dan kan ik wat beter mikken en mensen doodmaken. Deze mensen hebben echt geen kogels bij zich. Wat een nerds. Oh mijn gossie. Waar kwam ik nou ook weer vandaan? Niet daar vandaan in ieder geval. Niet daar vandaan. Ik ben jij dat gat gekropen, geloof ik. Maar je weet het nooit zeker. Oké, dan we gaan even deze kant op. Eventjes zo'n geinig stimpackje gebruiken. Ik durf wel een quick save te maken. Voor mijn gevoel heb ik wel wat bereikt en een paar mensen doodgeschoten. Leek het wel op. Stimpackje. Ladder lag plus. Hotsa flotsa. Als jij vindt dat die ladder lag een goede ladder lag is, dan neem ik het mee, game. Wat hebben we hier voor moois? Een lekkere cambox. Oh, moet ik weer met bobby pins gaan werken? Oh, man. Oh, dat ging per ongeluk.
Ik ben al bijna. Ik deed de verkeerde deel van mijn controller naar voren. Ah, ik vind het helemaal best. Doe ik nog een keer per ongeluk wat goeds. Ik gebruik bijna geen cams. Cams boosten je dus voor korte tijd, maar daar kun je verslaafd aan raken. Ik weet niet precies wat er nou gebeurt. Dan gaat je intelligence omlaag of zo. Je krijgt allemaal hele nare effecten. Moet je naar een dokter toe. Er is wel een perk. Ik ben een meisje, dus die heet dan party girl. Als je een jongen bent, heet die party boy. En dan kun je niet verslaafd raken aan alcohol. Je hebt namelijk ook vodka. Dat kun je ook drinken voor. Word je sterker van, geloof ik, voor korte tijd. Net als in het echte leven. Hallo iedereen. Er is helemaal niks aan de hand hier. Ziet er gewoon uit als een gezellige appelmoesfabriek eigenlijk. Ik heb trouwens nog een verhaal voor deze aflevering. Als jullie nou even een duimpje omhoog doen, dan vertel ik een fantastisch verhaal. Zo fantastisch is het niet, maar ik wil gewoon een duimpje omhoog, oké? Zoek je iemand? Die grap maak ik nu wel heel vaak, maar het is wel... Kom op, dat is een kop. Oh, jammer nou. Gewoon zijn hoofd zo. Oh, het is gewoon echt heel veel granaten, die gasten. Het is echt heel irritant. Kinderachtig ook. Als jullie nou even een duimpje omhoog doen, heb je het gedaan? Ben ik veel. Ik kan het niet checken. Ik ben een video aan het maken momenteel. Hey, mond staat in de fik. Lol. Oh, ja, mijn hond heet dog meat. Misschien was het vlees een beetje rauw. Dacht ze, nou, fik erin. Dit is heel irritant, want... Oh, nou, als ze zichzelf in de fik zetten, dat scheelt mij weer een hoop geld. Boom. Echt heel irritant. Ik wil ook niet via daar naar binnen. Je kan op heel veel manieren die fabriek in, dus dat scheelt. Hier kom ik vandaan, zeker. Ja. Je kan ook wachten tot ze de trap opkomen. Je kan ook wachten tot ze niet de trap opkomen. Komen ze de trap op? Ik weet het niet. Je kan ook gewoon heel snel naar beneden rennen en ze doodschieten, maar... Het is best wel een gedoe. Het zijn best wel irritante mannetjes gewoon. Zoals die gast daar. Hé, hey, ga even naast hem staan. Dan lekker dichtbij. Gewoon lekker nul kansen. En dan gewoon door zijn kop schieten zo. Haha, kan je een bril op hebben. Maar veilig is het niet. Woe. Een stimpackie. Geen idee wat dat is. Het woord rifle zit erin. Daar zit nog een raider. Hond, doe jij deze of wil je nog hulp van de awesome Rick van Serpent Gameplay? Oké dan. Oh, daar is een robot. Hé. Hey. Oké, dan schiet weer die gast even neer met z'n allen. Schiet die robot nou op mij? Is het een muur tussen robot? You try, you try. Even een beetje wegrennen. Hartstikke mooi. Is hij dood? Nope, hij leeft nog. Erg kinderachtig weer. In ieder geval, het verhaal gaat als volgt. Kennen jullie het verhaal van hoe ik op een hele domme manier 100 euro ben kwijtgeraakt? Nou, dat hoeft niet per se, want het zijn eigenlijk... Ik ga jullie even wat vertellen, kijkers. Er zijn heel veel verhalen over hoe ik op domme manieren 100 euro ben kwijtgeraakt. Op domme manieren 100 euro kwijtraken is gewoon een deel van wie ik ben, denk ik. Ik moet even kijken hoe ik nou ook weer molotovs gooi, want ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Was er niet een knop die ik ingedrukt kon houden of zo? Hey, dat lijkt erop. Fuck jou! Wow! Oh nee, ik ben gekreupeld. Robot, leef je nog? Ben je boos? Oh shit, hij is echt boos. Hij schiet heel vaak mis. En is hij dood nu? Ja! Geen idee hoe ik dat deed. Nou, in ieder geval, het verhaal. Het legendarische verhaal, zeg gerust. Nou, zo legendarisch is het niet. Hoe ik 100 euro ben kwijtgeraakt. Ik had ooit een vriendin en die woonde wat verder weg. Zo heet dat soms een lange afstandsrelatie. Dat gebeurt als je een relatie hebt over een lange afstand. Het is een heel moeilijk begrip. En dan moet je best wel vaak reizen. Want ja, ik was 16, ik had... 18 was ik toen. Ik had geen rijbewijs. Raar, hè? Mysterieus. Dus ik race vaak. Ik race de rij... Ik in de trein. Ik had een abonnementje bij de NS, 50 euro per jaar, dat ik altijd 40% korting. Als ik dan een paar keer per jaar naar de check toe ging, en dan, hey vriendin, ik kom even een keer langs om je te zien, want we zijn een setje en zo. Was het in ieder geval een stuk goedkoper. Dus dat had ik gedaan. Daarna kreeg ik dacht dat het gewoon voor een jaar was, maar blijkbaar was dat een abonnement. Als in, het loopt automatisch door, of je het nou wil of niet. Als de NS al jarenlang niet meer bestaat, omdat er een treinbedrijf is dat wel normaal doet, dan betaal je gewoon alsnog 50 euro, joh. Dus ik zag vandaag opeens dat de 50 euro van mijn rekening afging. Blijkt dat het abonnement gewoon al 2 jaar doorloopt zonder dat ik het weet. Terwijl ik heb dus gewoon student-OV, dus reizen is gewoon gratis voor mij. Maar ik heb er gewoon fucking veel geld voor betaald, 2 jaar lang. Dus ik denk, nou weet je wat NS, zet het nu meteen even stop. Ik zou graag mijn 50 euro terug willen die vandaag van mijn rekening is gegaan. En ik zou het helemaal tof vinden als die 50 euro van vorig jaar, als ik die ook nog terug kan krijgen. Zei de NS, we kunnen het stop voor je zetten. Dan krijg je 45 euro terug. Kan ik dit openmaken? Hey, nice. Is er vast veel... Oeh, explosive box. Dat gaan we proberen. Oké, dan gaan we eventjes... Schijnen wel wat explosives in te kunnen zitten in zo'n explosive box. Oh, nee! Nee! Ik was zo dichtbij! Oh, lockpick is niet fijn in deze game. Werkt dit een beetje? Nope. Wat zat hierboven? We zijn er heel dichtbij.
Je moet niet te veel vol zelfverzekerheid doordrammen, want dan lukt het niet. Dan gaat hij kapot. Lukt het nu eindelijk? Ja. Oké, zit er nog goede shit in? Valt heel erg tegen. Toppie. Kijk, dit hebben we nodig. Oeh, een short pipe rifle. Geen idee wat dat doet. En gewoon even al die ammo boxen legen. Dit was zeker even de moeite waard. Een paar kogeltjes. En S zei in ieder geval, ja, we kunnen je abonnement stilzetten, maar dat kan pas over een maand. En dan willen we wel alsnog die bedrag over die maand. Dus jij krijgt €45 van ons terug. En het geld over dat vorige jaar houden we lekker. Je hebt er niks van gedaan. En fuck jou. Dus ik ben heel tevreden met de NS over de service. Ik raak wel heel vaak geld kwijt door dat soort domme dingen hoor, maar... Deze keer voelde ik me echt genaaid. Vaak is het zo van, ja, oké, was ik wel een beetje stom van mij. Maar dit was gewoon echt sneaky. En ik vind het ook matig dat ze het niet teruggeven. Kom op, NS. Jullie hebben fucking veel geld. Ik, niet minder. Ja, ik wil niet zeggen dat ik een arme sloeber ben of zo. Er was vandaag wel een arme sloeber in de trein. Er kwam een zwerver binnen. Dat mag. Ik vind het altijd raar als zwervers in de trein zitten. Zo van, je hebt wel geld om met de trein te gaan? Of hoe werkt dat? Treinen zijn best duur. Dat gaat oploffen. Toch? Niet? What the fuck? Ik dacht echt dat gaat ontploffen, maar... Het gaat wel ontploffen. Toch? Niet? Echt niet? Ik dacht echt dat het ging ontploffen. Wauw. Ik ga even slapen. Oh nee, er is een raider in de buurt. Hallo, Jeroen. Je zit hier beneden waarschijnlijk wel. Hallo? Gezellig. Wat is dit? Toolcase. Weer openmaken. Jemig, wat een pretje is dit. Oh, bam. Bijna in één keer. Nee! Mijn laatste bobbypin. Oh. Oh, shit. Oké, we gaan gewoon lekker verder alsof er niks aan het handje is. Er kwam een zwerver in de trein. En die zei, hey allemaal. Alleen op een hele irritante, niet coole manier. Zo van, hey, heb je een stukje niet eens geïngestudeerd, joh. Wil je wel mijn €6? Of wil je gewoon proberen geld te verzamelen voor de toneelschool? Want je moet beter worden, meid. Zeg, ik geef wel eens geld aan zwervers. Ik ben soms een lief persoon. Alleen... Die persoon kwam echt zo, geld alsjeblieft. En niet een beetje, oh maar een beetje meeleven gewoon. Heeft iemand €6? Toen vroeg iemand, waarvoor wil je dan €6? Voor de Burger King. Oh kut, mijn wapen is leeg. Oh nee. Kut. Ik moet even mijn Pip-Boy openen. Dan kan ik wat meer relaxed van wapen wisselen. Minigun, dat is tof. Kak. Ik zit even in een beetje een onhandige situatie. Doe ik deze lekker aan, whatever. Kijk, dit helpt. In ieder geval, die vrouw wilde €6 voor de Burger King. Dan denk ik van, ja, meid, als je niet zoveel geld hebt, moet je niet naar Burger King gaan. Ga dan naar de McDonald's. Deze video heb ik hem ook gemaakt door de McDonald's. Nee, weet je, lieve mevrouw, ik gun je alle liefde van de wereld en zo. Maar, voor €6 kun je ook echt zes broden kopen. En doe je daar wat knakworstjes op, heb je ook gewoon eten voor in je bek. Weet je wel? En ja, waarschijnlijk gingen ze er ook drugs van kopen en zo. Als ze nou nog drugs kocht bij de Burger King, had ik het nog goed gevonden ook. Want dan liegt ze tenminste niet. Maar ja. Ik geef wel eens geld aan zwervers. Was laatst een super slimme zwerver. Die was me echt te slim af. Die vroeg, heb je misschien €1 voor me? Voor kaartje kopen of zo. Whatever. Ik zei, oké. En toen zei, heb je misschien €2? Dan denk ik zo, €2. Maar dat is dan wel weer super veel geld. Zei die, weet je wat? Doen we het zo. Geef jij me die €2 die je hebt? Geef ik die euro terug. Dus dan geef je alsnog €1. En toen dacht ik in dat moment van, ja, tuurlijk joh, tuurlijk. Toen bedacht ik van, nee, hij geeft mijn eigen euro terug, die pik. Dat is geniaal. Dat is gewoon een van de... Nee, kut, ik wou gewoon slapen. Gewoon een van de geniale zwerver lifehack. Gewoon wisselgeld geven, maar dat is gewoon je eigen geld. En dan denk je, oh ja, dan geef ik nu €1. Nee, nee. Oh, dat is een bottle cap mine. Ik dacht even dat ding gaat ontploffen. Nope. Oké, dan. Het is gezellig in de fabriek. Er is heel veel automatiek. Dat betekent dat alles automatisch werkt. Ergens in deze fabriek zit als goed is een of andere gangleader. Die moet je doodschieten, geloof ik. En dan win je een prijs. Ik weet niet precies wat de prijs is, maar dat moet je doen. Geeft de game het ook nog aan? Er is wel zo'n groen markertje. Misschien wijst hij mij de goede wegkant op. Ben ik hier al geweest? Ik heb echt geen idee. Het is een grote fabriek, man. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Fucking boeven. Er is ook nog een gigantisch dak met heel veel boeven. Het is echt gewoon gigantisch. En het is gewoon niet handig. Dit is waarom het handig is om soms een beetje vooruit te spelen. Dat je een soort van weet wat je aan het doen bent. In ieder geval, stel je bent een zwerver. Je mag best geld, alleen doen even cool. Die vrouw die kwam echt zo binnen van... Hey allemaal! Die zei gewoon, mag ik misschien €6? En ik vind het ook heel kut in de trein, want dan kan ik niet weg. Ja, weet je, als ze nou gewoon
op straat komen. Dan loop ik er gewoon omheen. Dan denk ik, heb ik even geen zin in. Want het is zo confronterend in de trein. Het is dan van, hey, mag ik geld? En dan heb ik nee, liever niet vandaag. Of ik heb geen geld bij me. Maar dan zitten ze echt naast je en je kan niet weg. En op straat is gewoon, nee, sorry. En dan kun je gewoon verder met je leven, weet je wel. In de trein zit je eraan vast. Blijf gewoon in die coupé rondjes lopen. Tot je geld hebt. En dan gaan ze ook echt doen van, weet je het zeker? En ja, weet je, heel veel medelijden voor die mensen en zo. Maar dan kan ik te ver gaan. Het begint op een gegeven moment, ga je maar gewoon geld geven. Omdat je er vanaf wil zijn. En dat is niet de bedoeling van liefdadigheid, weet je wel. Je wil ze geld geven omdat je ze oprecht dat geld gunt. En niet omdat je dan, omdat je gewoon van ze af wil zijn. Fuck die robot, man. Ah, kut. Cut me pin. Woe. Oké, dat kost me echt weer heel veel health. Ik heb zoveel stimpacks verzameld. Ik pomp ze er allemaal doorheen. Ik moet echt even... ik heb thuis level up bedacht ik me net. Wat gaan we upgraden? Ik kan niet doen maar door stimpacks 40% meer health geven. Dat hoort bij intelligence. Hier zo, de medic. Oh, stimpack restored 40% health. Maar ik weet niet wat het eerst was. Het is niet 40% meer health. Ik kan ook gewoon zeggen, ik doe een puntje voor perception. Ik kan ook zeggen, ik doe een puntje voor luck. Mijn laagste skill momenteel. En ik kan ook een puntje voor de booty doen van dit plaatje. Ik doe denk ik toch een puntje in perception. Meestal gooi ik niet zoveel puntjes in perception als ik normaal Fallout speel. Maar eigenlijk heeft het best wel veel zin om te doen. Dus ja. Oké, dan. Er zijn nog steeds heel veel boeven in dit gebied. Vooral op het dak en zo. Daar komen we allemaal bij. Ik zal niet rusten tot ik alle boeven heb gepakt in ieder geval. Ik ga gewoon een keer via de voordeur naar binnen. Kijk wat daar wat op leven valt. Yay! Ja, in ieder geval kleine oproep aan zwervers. Abonneer op Serpent Gameplay. Doe even een duimpje omhoog. Dankjewel. Een like. Zorg ervoor dat ik vanavond... ze zijn er echt heel cool van. Mag ik 6 euro? Waarom? Ja, ik moet even Burger King hebben, want ik woon sinds kort op straat. Oké. Ja, weet je, ik ben een soort van linkse flikker soms. Ik gun medemensen ook dingen. Maar vaak zijn zwervers ook wel weer meestal van die types die het een beetje naar maken. Weet je, heel veel drugs en zo. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Er zijn ook zwervers die, ja... Ja, als je gewoon een beetje normaal doet in deze samenleving, dan komt het vaak wel goed met je, weet je wel. Er zijn weinig van jullie kijkers die zich nu zorgen maken van of je later een zwerver wordt of niet, denk ik. Omdat je toch wel weet, ja, ik doe gewoon school en ik doe een soort van normaal en dan komt het ook vaak wel goed met je. Het is het een beetje. Het is niet zo'n eerlijkheid dat je geboren wordt als zwerver. Of misschien ben je kind van zwervers en kun je niet naar school. Maar voor mij kan dat zelfs dan nog. Zo cool zijn wij gewoon. School is best wel gratis soms. Gratisachtig. Hé, hey, je kont. Het is wel een fijn wapen trouwens, alleen... Er zitten niet zoveel kogels meer in. Oh, 175, ik loog. Wee. Ik kom even door de spleet heen hoor. Hartstikke mooi. Oké, dan. Ik zie een marker 12 meter verderop. Dat is waarschijnlijk de persoon die dood moet. Dat vind ik wel gezellig. De man die dood moet, ja die komt nu wel dichtbij. Ik schiet hem door zijn hasses en oh, wat ben ik blij. Ik ga even een quicksave maken voor het geval ik weer dood ga. En dan een paar seconden later weer doodgaan. Dat mensen denken, hoe doet hij dit? Nee, ik maak eerst gewoon een quicksave. En dan speel ik even schouw heel slecht. Dat is mijn strategie. Kan dit open? Ja! Hé, hey, ben ik al geweest. Déjà vu. Voor de mensen die niet weten. Déjà vu is Frans voor alweer al gezien. Dat is mooi, hè? Het is denk ik deze kant op, of niet? Dan hier... Oh, waarom is hij opeens groen? Is er niet een kaart, jongens? Is er niet een kaart? Hoe kwam ik die fabriek ook weer binnen? Hier kwam ik binnen, ja. Hier kwam ik binnen. Toen deed ik zo van, hey! En toen, ja, niet zo heel veel gebeurd. Even helemaal de oriëntatie kwijt. Die gast staat wel op de kaart en hij is super dichtbij. Maar ook weer niet helemaal. Dit is geen deur. Het is gewoon een hele lelijke muur. Oh, even kijken. Ik ben echt even helemaal de oriëntatie kwijt. Ja, we moeten toch echt deze kant op. Denk ik, hoop ik. Ik kan ook deze kant op misschien. Hier is wel een pijl. Pijl. Ik kan ook de lift roepen. Toet, 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 toet. Dat is mijn lift geluidseffect. Vond je het tof? Ik wel. Ting. Lower level. Ik vind mezelf wel zo'n lift, meneer. Kom maar mee, hond. We gaan met de lift. Of niet. Weet je wel, teleporteer jij lekker naar boven. Hey. Oké, dan. Het is tijd om te rocken en te rollen. De main assembly line. Ja, hier gaat alles mis. Hier zitten de gemene boeven. Ze hebben me nog niet gezien, dus... Laat ik de schaduwen tot mijn voordeel rekenen. De main boef zit daar ergens. Zit op een soort klein eilandje met z'n allen te schieten en zo. Niet cool. Ik kan... Full rage mijn machine gun pakken, maar ik kan het ook niet doen. Zullen we deze gast in de achterhoofd schieten? Dan hebben we in ieder geval één kill. Zo. 3 schoten in het achterhoofd. Als er weer eentje raak is. Nope, gaan alle 3 mis. Wat zijn de kansen? Niet groot in ieder geval. Oké, nou, die gaat wel dood. Die bijt mijn hond al even dood. Hartstikke mooi. De meeste mensen staan daar. Ik wil zeggen, die kunnen me niet raken, maar dat valt dus heel erg tegen. Momenteel schiet een robot me dood namelijk. Oh, kut. Er zit ook een robot op het dak. Hey. Jij ook hier, Robert. Hij is Robert the Raider. Hele handige naam.
Oh, kak. Ik haat herladen. Waarom bestaat het? Kan ik even niet onder die balken door en zo? Zo, al die oh, kut. Hey, man. Oh, kut. Stimpak in me. Oh, shit. Holy shit. Oh, zoveel vuur. Overal. Stimpak in me. Zoveel raiders. Ik moet even die trap op, anders kun je ze echt niet doodschieten. Die dingen zien heel explosief uit. Hé, hey, jongens. Gezellig. Nog een keer een stimpak. Oh, boom. Dat zat eraan te komen. Rick, met zijn voorspellende krachten. Zag dit aankomen. Oké, ik denk dat we toch eventjes gewoon de minigun moeten pakken. En iedereen om moeten ploeteren daarboven. Want het zijn gewoon fucking motherfuckers. En ik, als ik één ding haat, zijn het mensen die mijn moeder neuken. Dus, hey. Als je denkt, oh nee, dat heb ik gedaan. Zeg je abonnement maar op. Ik ben er klaar mee. Oké, dan. Ik pak toch even de minigun, denk ik. Kijk, hoe deed ik dat ook alweer? Waar ben ik nu? Hey, niet schieten, hè? Huh? Waar ben ik nu weer? Ik ben echt weer eventjes... besef, oh, hier ben ik, ja. Ja, oké, okay. I got it. Deze kant op. Hier omhoog. Iedereen doodschieten. Naar huis. Hartstikke mooi. Misschien zit hier nog wat in de koelkast of zo. Stimpackies ergens. Een overhandschoen. Dat is toevallig net wat ik nodig heb. Zit er nog wat in de koelkast? Nee, maar er wordt niks gekoeld. Zonde. Waarom heb je dan een koelkast? Voor de sier natuurlijk. Dat vind ik niet cool, gast. Van die koelkast. Oké, dan. Pas op, zegt de game. Ja, ik vind wel die robot op het dak vind ik scheidirritant. Is dat de main guy? Robot op het dak. Jij bent een vijand van mij. Boom. Oké, dan. Vuur naast mij. Niet handig. Ik sta er ook in en zo. Dat even niet doen. Ik kan nu ook gewoon wegrennen hier. Ik heb de gemene man dus vermoord. Maar ik ga nu even proberen iedereen dood te maken. Voor de bonuspunten. Oh, hier staat er nog eentje. Ploegen we die even om. Hartstikke gezellig. Als ik iedereen dood maak, kan ik zo meteen ook iedereen looten. En dat is wel nog wat waard, denk ik. Oh, dat ding leeft nog. Ik dacht dat jou had vermoord, Peters. Of is het een ander? Lijken ze gewoon heel erg op elkaar. Zelfde seriemodel. Ik wou zeggen dat zijn broertje is. Dat ik nee. Zelfde seriemodel. Oh, godverdomme. Weet je wat? Steek me maar in de fik. Het maakt me allemaal niet meer uit. Ik ben helemaal klaar met jullie. Dat maakt me uit. Oh, daar zit er onder nog eentje. Hey, snoepert. Snoop Dogg. Oké. Just getting started. Nou, ik hoop het niet, want ik heb er al best wel veel gemold. En ja, zometeen is iedereen dood. Ook zo'n saai feestje. Ik ga even gaan een quicksave maken, want voor de weet ga je dood. Echt, mijn quicksave timing deze aflevering is goed, joh. No! En stiekem zet ik iedere keer gewoon mezelf in de fik. Jullie hebben niks door. Zat er niemand achter me aan? Nee, dat is mijn hond. Die volgt mij. Gek, hè, dat hij dan achter je aan zit. Still kicking. Jezus. Jezus, is dat een compliment? Ik denk het wel. Hé, hey, die ontplofbare flesjes staan er niet meer. Dat vind ik tof. Oh, ik heb deze brug niet nodig. Hoppa. Hallo? Oh, daar staat er nog eentje. Hé. Hey! Hartstikke mooi. Oké, dan. Ik ben nu wel klaar met deze fabriek, denk ik. Ik ga nog een beetje proberen hier en daar wat mensen te looten. Wat stimpackjes terug te krijgen en zo, maar... Ik ga zo meteen ook gewoon lekker weg, hoor. Ik heb ook betere dingen te doen, jongens. Oeh, een safe key. Ik heb nergens een safe gezien. Maar die key, die is safe met mij. Is hier toevallig een safe, jongens? Zou ik heel tof vinden, namelijk. Ik heb wel een boekje gevonden. Gronag the Barbarian. Critical hits doen meer damage. Nou, ik doe toch nog met honderd handjes damage. Kan dit open? Oh, het kan sowieso open. Oké, dan. Dat was super gezellig. Ik kan in Jared's terminal kijken. Maar dat maakt mij niet zoveel uit. Oh, ik ben nu mijn hond aan het commanden. Dat willen we niet. Jared's computer. Na, 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 na. Saai, saai, saai. Een goed computertje, ding. Oké, dan. Het enige wat we nu nog hoeven doen is naar het dak van deze fabriek. Het zit namelijk vol met raiders. Waarom wil je dat, Rick? Nou, lieve kijkers. Het is namelijk zo. Waarschijnlijk gaan we dood van naar buiten gaan, trouwens. Helemaal bovenin, op het hoogste punt van deze fabriek, ligt een bobblehead. Dat weet ik, want toen ik dit op de computer speelde, lag er een bobblehead. Als we daar nog even in 6 minuutjes kunnen komen... Kunnen we even, misschien, als het nog sneller gaat, kan ik even gauw de quest afronden. Dat zou helemaal fijn zijn. Maar voor mij is het de verkeerde deur, want ik wil eigenlijk wel op het dak meteen beginnen. Er zitten namelijk heel veel kleine torentjes met snipers op. Het is super kut, want ik heb helemaal niks bij me om te snipen. Zoals, ja, een sniper. Die heb ik niet bij me. Ik vind het sowieso heel moeilijk, hoor. Deze fabriek is echt moeilijk als je in het begin van de game bent. Het voelt echt alsof ik veel te vroeg met deze missie bezig ben, zeg maar. Oeh, dit kan open. Hartstikke gezellig. Aha. Ik ben nu zo van op het dak en ze weten het niet. Tenminste, dat hoopte ik. Oh, ze zijn van een gek spelletje aan het doen daar. Boop. Hehehehe. Mwahaha. Hij staat in de fik, nerd.
pad. Oké, dan. Daar is ook eentje. Hey! Oh, kut. Ik ben met een shotgun aan het spelen. Dat wist ik helemaal niet. Duurde even zwakke door had, maar hey. Is niet erg. Shotguns zijn goed voor hoofden eraf blazen, denk ik. Er is een of andere gekke slaapcontainer of zo. Wat ga je doen? Besteken? Steek me... Oh. Ga geen granaten gooien als ik naast je sta, Trudy. Niet tof. Heel veel boeven zijn er weer aanwezig. Steek me niet! Nee! Oh, kak! Ik ben gestoken! Auw! Fuck jou! Echt, hoor! Ga lekker iemand anders steken! Wat ben je, een bij? Een stimpak hier, dankjewel. Ik heb echt, mijn stimpaks raken op, uiteindelijk, ooit. Ik heb alweer tijd voor een quicksave. Ik ben helemaal paranoïde. Ik ben echt even mijn volgende aflevering tussen nu en de volgende aflevering even mijn wapens een beetje rangschikken. Wat waar hoort en zo. Ik heb hier een heavy 10mm pistol, die is best wel nice, kan ik me herinneren. We gaan even gaan naar die sniper toren, daar wat mensen doodmaken. Waar is iedereen momenteel? Laten we het zo spelen. Oh, daar is iemand. Misschien moet ik me gewoon verschuilen en mijn hond al het werk laten doen. Dat klinkt als een goed plan eigenlijk. Pats, kapot. Zo. Oh, 2 stimpacks, daar doe ik het voor. Ja, er zijn echt heel veel boeven hier, maar dat is ook wel weer fijn. Dat is heel veel experience, hè. En, ja, en dat is het tof aan deze game. In de vorige Fallout games had je een level cap. Op een gegeven moment kon je niet meer level up. En je kon sowieso nooit al je speciale skills, je perception en zo naar level 10 levelen. In deze game kan dat wel. In deze game kun je gewoon 10 strength, 10 perception, 10 alles krijgen. En dat vind ik sowieso wel tof. Een beetje een leuk doel om naartoe te werken. En wie was je aan het schieten dan? Ik sta gewoon hier! Ha! Sukkeltje. Oké. Hartstikke mooi. Wel fijn dat ze ook de bottle caps en de stimpacks sowieso bovenaan doen bij het looten. Want dat is de meest belangrijke troep. Staan we met gasten aan de overkant? Zelfs daar helemaal. En daar, ga je toch nooit kunnen raken, joh. Ik ga het eens proberen. Wat zijn mijn raakkansen vanaf hier? Oh, 8. I'll take it. Is dat raak? Nee, natuurlijk niet. Maar heb je meer kans om zo te raken dan in vat? Maar je weet het niet, hè. Kutwapens ook. Ik moet er dus heen zonder al te veel helft te verliezen. Dus ik ga gewoon heel hard rennen. Jongens, even geduld. Ik kom eraan, oké? Ik weet dat jullie zitten in die andere toren heel ongeduldig te wachten op mij. Oh, deze man is iets minder geduldig. Die denkt, ik kom gewoon even pols over te nemen. Nou, zolang ze gewoon stimpacks bij zich hebben, vind ik het helemaal best. Heel veel dode mensen ook. Als ik jullie was, dikke tip. Don't fuck with me, man. Ik schiet je gewoon dood, joh. Het valt wel mee. Gelukkig doen ze niet heel veel damage. Dus je kan redelijk gewoon rustig die kant op lopen. Valt wel mee. Maar ik doe mijn best. Ik ga even via deze binnendeurse slang. Dat scheelt maar weer doodgemaakt worden door mensen van buitenaf. Ik kan nu even gaan checken. Want ze hebben vaak wel van die medische cabinets. Er zitten weer wat stimpacks in. Hier hebben we nog wat drugs. Ze hebben gewoon echt doosjes met drugs. Een soort noodgeval, drugs. Hartstikke fijn. Hallo. Iemand thuis. Een doos. En een lamp. Dat is geen lamp. Maakt niet uit. Oké. Zoek je ruzie? Want jij krijgt ruzie in jouw maag. Je kan een pistool ruzie noemen. Dat is wel cool. Zoek je ruzie en dan schiet ik ze dood en zo. Dan was mensen boos dat ik niet al die spullen pak met een plusje. Maar voor mij heb ik die spullen wel, alleen ik doe ze niet aan. Dus dat is een beetje het... Oh, dit kruik kronkelt als een slang. Ik wil dit niet. Oké, we komen steeds hoger. Langzamerhand. Daar doe ik het voor. Mijn helft gaat redelijk. Goed, eigenlijk. Dus ja, dat is fijn. Oké, daar heb je er eentje, hoor. Ik zie heel veel mannetjes op de kaart, maar... ik zie ze niet in mijn beeldscherm. Dus waarschijnlijk gaan ze wat granaten naar me gooien. Dat soort kinderlijke pesterijtjes. Waar is iedereen? Dansen in de club. Iemand wordt gebeten door mijn hond, zo te horen. Hartstikke fijn. Basie. Oké, dan. Zoek het lekker uit. Ik ga even deze toren beklimmen. Die ship beklimt zichzelf niet, dames en heren. En ik zag allemaal gemene boeven erin staan eerder vandaag. En mijn hond is dood. Dat is een hele slechte imitatie van dat geluid. Er zit waarschijnlijk ook wel een gastje bovenin helemaal te wachten. Ik heb op u gewacht, meneer Bond. Hoi, daar heb je hem al. Ja, ik heb alleen geen punten in vats, dus dat is heel niet cool. Ik schoon hem wel zijn pik. Daar doe ik het voor. Wee! Yay! Voor mij is er nog iemand in die toren, want iemand schiet op mij. Ik weet niet of deze toren hoger is dan die ander. We gaan het zien. De makkelijkste manier om te weten hoe hoog een toren is, is ja, of meten vanuit een vliegtuig of beklimmen. Hey. Dit is een super awesome 1 versus 1. Mijn wapen is leeg. Haha! Jij hebt gewonnen! Kan ik al mikken? Nope. Fucking lasermasker, ik haat dit ding. Oh, ik kan gewoon doorlopen naar die andere toren. Ik haat de lasermasker. Schiet hem door zijn kop, Rick. Bam, mis. Yeah. Woe. Dit is wat ik bedoel met richten en punten eraan uitgeven. Woe. Fucking sterf, jongen. Als ik dood ga door die gast, wil ik ook echt... Zo dan maar. Ik
We moeten echt wapens wisselen in Pip-Boy als ik in 1 versus 1 gevechten ben en niet zo rondkutten. Dat is wel een dikke tip. Als het goed is dat je hier die bobblehead, dan kan ik tevreden naar huis. Dat is eigenlijk waar ik het voor deed, deze aflevering. Yes! Woehoe! De repair bobblehead! Fusion cores duren 10% langer. Ik gebruik die dingen nooit, joh. Alleen maar als het moet voor missies. Woehoe! Dat was wel lachen. Ik moet even iedereen doodschieten hier, maar dan mag ik verder. Mag ik wegteleporteren. Er zitten nog 3 gasten ergens verstopt te wezen te zijn. Vind ik jammer. Oké, dan is het even een stimpackie gebruiken. Ja, wel fijn dat heel veel vijanden droppen die shit. Voorheen moest ik ze echt, ging echt al mijn geld dat ik verdiende in Fallout. Gaan meteen door naar het kopen van nieuwe stimpacks. En nu verdienen nog droppen die gasten redelijk vaak zelf stimpacks. Dan kun je nog redelijk op balans blijven. Als je niet te veel boze mannen tegenkomt die te weinig stimpacks droppen. Waar zitten ze? We moeten naar beneden springen. Ik zal sowieso even quick save, want ik heb iets bereikt. Dat is altijd goed, hè. Hey. Kan ik over deze blauwe balk heen lopen? Weet niet, maar het is een goed moment om even te quick save. En dan pas te proberen. Ja, ik ben dichtbij. Wee. Ja, ik pak niet eens. Oh, daar heb je ze. De club van Sinterklaas. De club van Sinterklaas. Oh, jongens, wat een baas. Daar komt hij. Hij heeft zelfs paard. Hij heeft zelfs baard. De zak van Sinterklaas. Ik schiet je kop eraf. Vieze, vuile hoerenjong. Oh. Ik moet even herlaat. Een salaat. Oh, zak van Sinterklaas. Zo, jij bent dood. Jij ook, of niet dan? En zelfs gij. Kauwgomman. Oh, ladder left leg. Dat klinkt wel goed. Ik hou van een beetje leren. Oké, dan. Ik denk dat iedereen dood is. Het is een succesvol feestje geweest. Volgens mij moet ik dan terug naar de man. Map. Dan moet ik even melden van... Hey, ze zijn dood. En dan... gaan we daarheen teleporteren. Oké, dan gaan we even hierheen. Yes. Ga even naar die man toe, zeggen we iedereen is dood. En dan zegt hij, yay! En dan moet ik voor mij naar die andere gast weer van iedereen is dood. Yay! En dan heb ik de quest gehaald. En dan zijn we hopelijk level 7. Heb ik nog soort van iets bereikt deze aflevering. Wel fijn dat de aflevering in ieder geval een half uur zijn. Beetje pain in the ass om op te nemen. Een half uur lang grappig blijven. Ik ben niet grappig. En dan een half uur lang niet grappig zijn, dat wordt gewoon pijnlijk. Als je meeluistert beneden en zo, dat is gewoon onhandig. Oké. Is die man nog thuis of dat niet? Nee, had hij geen zin in. What the fuck? Oh, daar is hij. Even lekker naar kijken naar mijn rotte tomaten, man. Hey, het is gelukt, hoor. Jongen, heb je ze gevonden? Wil je meedoen met de Minute, man? Tuurlijk heb ik ze gevonden. Kijk mijn sexy haar, bitch. Oeh, 97 bottlecaps. Dat is echt totaal niet de moeite waard. En wel dan. Dr. Preston Garvey, die gast ken ik. Dat is die man met de hoed. Ja, vind ik ook. Dankjewel, opnieuw, vriend. Hey, dank je. Oké, dan gaan we even weer naar de kaart. Sanctuary. En ondertussen, vorige aflevering was de tevredenheid 20%, is nu gedaald naar 16%. Iedereen is tevreden. Hahaha, wat kut. Oké, dan. Hey. Ik hoop wel dat deze quest rete veel XP waard is, want het was best wel moeilijk. Ja, best wel. Vond ik dan zelf in ieder geval. Best wel een bitch om helemaal dat te doen. Oké. Ben ook gewoon 2 afleveringen mee bezig geweest van een half uur. Ben eigenlijk gewoon een uur bezig geweest met die fabriek oprollen. Nee, dat is niet helemaal waar, maar... Laten we doen alsof het een uur was, want dat is cool. Waar is onze favoriete man? Volgens de kaart is hij hier zo. Aan het chillen. Gegroet. You know that settlement you sent me to help? They've decided to join the Minutemen. I knew you were the right person for the job. Ik wist dat je de juiste persoon was voor de baan. Oh, dat is cool. Ik krijg een flare gun en dan kan ik zo pieuw en dan komen Minutemen me helpen. En ik krijg 10 flares erbij, dus dat is best veel. Oké. Yay, de first step is gehaald. Oh, gaan we nog level up? Spannend, misschien wel, misschien niet. Oh, nee. Last Minutemen. Hij is de laatste. Oké. No, how it feels. To be the last survivor, tuurlijk. That's why I'm talking to you. Ik kan de Minutemen niet herbouwen, maar denk dat jij dat wel kan. Gast, ik ben druk bezig met mijn kindje vinden. Dankjewel. Echt hoor, Garvey.
Jij hebt een cowboyhoed en ik heb gewoon een legerhelm. Dus ik doe het gewoon. Fuck it. Ik ga niet eens moeilijk doen. I'll do it. Woe, trofee! Yeah! Welcome aboard. Krijg je gewoon echt voor iedere quest een trofee? Of is dat niet hoe het werkte? Best wel promotie. Ik ga voor die promoties. De cutscenes zijn wel fijn zo. Fijner dan een normaal gesprekje in Fallout, maar... Verder ben ik niet helemaal tevreden over de nieuwe manier van tekst. Ik vond het altijd wel tof dat je gewoon de complete zin kon kiezen en zonder dat je character praat. Ja, vond ik leuk. Oké, we krijgen weer een nieuwe quest. Maar ja, dit is eigenlijk voor mij een sidequest nog soort van, want... de main quest is momenteel gaan naar Diamond City, daar is je kindje. En dat is leuk voor YouTube, want het is gewoon... Diamond City is gewoon fucking ver lopen, dus lekker veel avontuur, stadjes, gekke monsters... Dus ik denk dat ik toch een beetje verder wil die kant op. En niet te veel bezig wil zijn met questen voor deze gasten. Starlight Drive-In. Clear Starlight Drive-In. Klinkt gewoon als heel veel mensen doodschieten. Dat kan ik in principe. In ieder geval, lieve kijkers. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Fallout 4. Een game. Het is een game. Meer wil ik er niet over kwijt. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Fallout 4. Doe even een duimpje omhoog. Voor zwervers in de trein met Burger King. Dankjewel voor het kijken. Het dikke, het vette, het doei.